Hi iedereen, leuk je weer kijken. Ik heb vandaag weer een filmpje voor jullie, want ik ben afgelopen maandag naar Den Bosch geweest. Naar een etentje met World of Beauty en Mari van de Ven. En wij kregen een hele grote goodiebag mee, deze namelijk. En ik dacht, jullie vinden het altijd wel heel erg leuk om te zien wat ik dus in de goodiebag heb gekregen. Maar het is ook een beetje dat ik aan jullie wil vragen wat jullie graag willen zien, want er zit zoveel in dat ik zoiets heb van ja, dan vraag ik maar even aan jullie wat jullie leuk vinden om te zien. Dan ga ik daar als eerste mee aan de gang. Nou, ik heb vandaag alvast wel een look gemaakt met de producten die erin zaten. Waaronder dit Revlon paletje. Dit is het 525 Siren paletje. Echt een super mooie kleur. Ik ben helemaal fan. Echt, ik vind hem zo fijn. En nou ja, ik kom nog een pictorial van deze look, maar dat duurt even. Deze heb ik ook gebruikt. De Revlon Photo Ready Kajal. En dat is de Intense Eyeliner Brightener heb ik. Dus ik heb deze kleur gebruikt. Heb ik net even in mijn ooghoeken gebruikt. En ik heb twee lip producten van Kardashians gebruikt. Van de, even spieken hoe ze heet, de Kardashian Beauty. Dit is de Enjoy Stick, een lip lacquer. En dit is de kleur Modern Mouth. Dat is deze. Die heb ik op mijn lippen en eroverheen heb ik deze. Dit is een lipgloss met heel veel shimmertjes erin. En dit is de Fluffed French Toast. Nou, hele mooi, maar ga je meer over lezen, want die komt zeker terug in een pictorial. Dan de tas. Ik heb zelf nog niet helemaal goed kunnen bekijken wat er allemaal in zit. Want ik ging eerst even naar de make-upjes en ik zag heel veel haarproducten. Dus zeg alsjeblieft onderaan de comments wat jullie graag willen zien in een review. Nou, als allereerst heb ik hier de Amika masker, haarmasker. Hele grote pot, hele lekkere pot. Dit is een voedende masker. En ik ben hier wel heel erg benieuwd naar, want haarmaskers zijn altijd welkom. Dan zit er een beauty pillow in van beautypillow.nl of mooi slaapje mooi.nl staat erop. Een heel mooi zacht roze kleurtje. Ik heb al een keer eerder zo'n soort satijnen kussen gehad en ik vond ze erg fijn. En ja, ik ben er erg wel blij mee, want mijn andere satijnen kussen zijn een tijdje een beetje stuk gegaan. En ik vind het nu wel fijn om weer met een satijnen kussen te slapen, want ik merk gewoon dat mijn haar daar gewoon minder snel door in de knoop raakt 's nachts. Dat het mooier blijft, dat het niet echt heel statisch wordt. Dus ik vind het heel fijn. Dan zit er een hele grote doos in. Dat is van Lanza Healing Hair Care. En dit is een keratine healing oil. En er zit een gratis hair treatment set erbij. Er zit een shampoo, een conditioner en een hair treatment in. Dus het is echt een set. Daar ben ik ook erg benieuwd naar. Dan zit er een balancing shampoo van Amika in. Ik weet niet helemaal zeker of je het zo goed uitspreekt. Ik vind het wel heel leuk. De tas is ook trouwens van Amika. Dus zie je ook wel dat als ik hem even pak, dat het printje hetzelfde is. Kijk, het hoort bij elkaar. Dus dat is wel erg leuk. Ik vind de strandtas ook echt onwijs leuk. Dan zit er nog iets van het merk in van Amika. En dat is de oil treatment. Voor de hair staat erbij. En dit is dus een olie anti-frizz shine en voedende. Met, even kijken, Sea Buckethorn Berry. Nog nooit van gehoord, maar het is dus een goed zaad wat voedend is. Even kijken, er zit een hele grote roze bus in. Dit is een hairspray Color Protect BI. Hele grote, kijk, hij is nog groter dan mijn hoofd. Ben ik ook wel erg benieuwd naar. Ik gebruik regelmatig haarlak, dus dat is altijd wel fijn om dan te kijken welke weer erbij past. Dan zie ik hier twee dezelfde flesjes. Dit is van Beauté, is dat volgens mij Beauté? Dit is La Biostétique is dat. Dit is een shampoo en dit is een conditioner. En dit zijn, even kijken of voor Beautiful Hair staat erop. Dus ik hoop dat je hier heel mooi haar van krijgt. Ben ik ook heel benieuwd naar. Dan zit er een Mark in Been glove in. Dus een handschoen. Dus voor Mark in Been is voor zelftanning. En even kijken. Kijk, deze zag ik al zitten namelijk. Dan pak ik ook deze erbij. Dit is dus een tanning spray van Mark in Been. En dit is de original. En deze ga ik testen. Ik heb het nog niet eerder gehad. Ik heb er heel veel goede dingen over gehoord. En ik hou al van bruine benen. Dus ik ga hem zeker testen. Dan zitten er twee bruine flesjes in. Dit is van Lanza weer. Dit is de Keratin Healing Oil. En dit is de finishing spray. Dus deze hoort bij deze. Dit is dan een set van haarspray en haarverzorging. En dan zit die andere bruine is van Bamboo Volume 48 Hour Volume Spray. Dus het is echt een volumespray. Er zit ook echt dunne vloeistof in. Dus ben ik erg benieuwd naar. Dan zit er een doosje in. De Godly Jewels. Oeh. Een soort doggy tag of dog tag. Ik weet niet hoe je het noemt. Maar er zitten mooie kristallen aan. Er zijn twee. Wauw. Hij is wel erg mooi.
Dus die zit erin. Overigens, alle producten die ik nu laat zien, die wordt via de webshop World of Beauty verkocht. En zij hebben op dit moment echt volgens mij over de 3000 producten. En ze willen volgens mij echt richting de 9000, dat had ik als goed begrepen. Dan is dit nog een La Biostétique een Marcel Contier crème douche. Dus een douchecrème. Ik hoop dat je een beetje kan zien. Het is een beetje fel licht. Kijken of ik hem open kan krijgen. Er zit gewoon een hele grote witte tube met douchecrème in. Dus dat is altijd fijn. Dan zat er een bedankbriefje bij voor de aanwezigheid bij het event. Oh ja, deze had ik ook al gezien. Onwijs leuk natuurlijk. Er zit een boekje bij. Die kan je kopen bij World of Beauty volgens mij. En het is een tips en tricks boekje voor make-up tips. En die is gemaakt of in samenwerking met Marie van Ven. Heel leuk. Er zijn heel veel leuke dingen in. En kijk, je hebt dan echt bladzijden vol met make-up tips. En hoe je het moet doen en hoe je het kan doen. En hoe wat leuk is. Dus helemaal top. Even kijken, dan zitten nog wat make-upjes in volgens mij. Ja, even kijken. Er zit een nagellak setje van de New Black in. Met steentjes en drie verschillende kleuren en een topcoat denk ik. Dus een erg leuk setje. Dan zit er een Revlon, dit is de Lip Butter. Color Burst Lip Butter, deze heb ik al. Erg fijn is die. Geeft ook heel veel mooie kleur af. Heel veel mooie kleur. Geeft heel veel mooie kleur af. En deze kleur zoals je op de dop ziet, zo kleur geeft hij ook op je lippen. Dan heb ik hier een Revlon Photo Ready Skin Light. Dit is een face illuminator. Dus eigenlijk een primer voor de onder die je face, die je gezicht een beetje oplicht. Dan zitten er twee producten in van Bellavance. En dit is een Sensual Lipstick. En dit is een Bright Nail. Nou, ik ben wel heel benieuwd naar de kleuren wat het is. Even kijken. Dit is de lipstick. En de lipstick is... Oh, het is een mooie nude kleur. Beetje bruin nude. Mooie verpakking ook trouwens. Ziet er heel klasje uit. Heel mooi zwart met een accentje goud. En de nagellak is een... Plum staat op. Dus een paars. Ja, is een paarse kleur. Dus die ziet er zo uit. Beetje standaard, maar wel een mooie kleur. Dan zit er nog een... Wat is dit? Dit is een Kissing Elixir Looks Like Love. Een lipbalsem met mint en vanille. Dus een heel klein schattig lipbalsempje om mee te nemen. Dan zit er nog een striplak in van Alessandro. Altijd handig, zeker met de striplaks die ik gebruik. Ik vind ze super fijn. Striplak is, vind ik persoonlijk, echt de... gel nails at home topper, zeg maar. Je kan ze heel makkelijk aftrekken. Je nagels gaan er gewoon niet van stuk. En daarnaast is het zo dat ze blijven misschien iets minder lang zitten dan als je van andere merken kijkt. Maar ik heb liever dat het iets minder lang blijft zitten. Maar dat mijn nagels gewoon niet stuk gaan. Dan dat je echt iets 3 weken erop hebt zitten. En dan echt moet weken met aceton waar je nagels gewoon echt niet goed tegen kunnen. Even kijken. Volgens mij zijn dit de laatste twee producten. Ja. Dan heb ik hier een BB cream van Deborah. Deborah Milano, een 5-in-1 BB cream. Die is al een tijdje uit, maar ik heb hem nog niet getest. Dus ik ben wel heel benieuwd naar. Dit is trouwens de kleur 00 volgens mij. Ik weet niet precies wat de kleur dan is. Maar het zal wel heel licht zijn, hoop ik. En als laatste heb ik hier een Deborah Milano. Dit is van de nieuwe, is dit. Van de lippen Red Lag. Milano Red Lag, ja. En dit is Rosetto nummer 10. En het is echt een beetje een fel oranje kleur. Dus ben ik ook erg benieuwd naar. Maar ja, en als laatste wat ik dus zei, deze mooie strandtas die zat erbij. En dan is die leeg. En dat was alles wat er in de goodiebag zat. Echt onwijs veel, zoals je kunt zien. Ik ben nu wel echt heel benieuwd waar jullie graag een review van willen zien. Noem een merk of noem een product. Ik ben echt heel benieuwd, want dan ga ik daarmee aan de gang. Want ik kan natuurlijk niet alles tegelijk testen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!